daar een liedje geschreven. Ja, akkoord. De oude man en de zee. Prachtig, ja, prachtig. Dat was eigenlijk naar het boek geschreven. Dat was eigenlijk naar het boek geschreven, The Old Man and the Sea. Ah, zing het in het Engels ook? Nee, ik zing het in het Nederlands. Ja. Ja, maar die oude man die bestaat toch? Ja, want ik heb daar een filmpje over gevonden waarop we daarna gaan zien zingen met die fameuze oude man van de zee. Maar ik vraag wel een klein beetje begrip, want op dat moment was die oude man nog maar juistjes aangespoeld. De man en de zee. Voilà. Voilà, dat was de oude man van de CVP. Wat vond hij ervan? Ik denk gewoon dat hij beter bij politiek zou blijven. Ja? Ja, ik denk het. Wat denkt hij daarvan? Salami? Salim, nee, jongen, nee, sorry, excuseer, Salim. Ik zie hem het Swingpaleis voor de derde leeftijd presenteren. Ja? Ja. Het Swingpaleis voor de derde leeftijd? Ah, ik zou dat is, hem... Nee, maar dat zou nog een idee zijn. Ja, ik zou hem heel goed kunnen uitnodigen, hè. Ah ja, Mimi Dinges, met Willy de Klerk en Mimi Smit. Ah ja. Ja. Dat is wel moeilijk. Het Swingtehuis. Ja. Maar wat vond hij ervan? Wel ja, ik zal hem uitnodigen. We gaan hem een keer goed testen in het Swingpaleis, Rosa. Voilà. Is het goed? En wat vond hij ervan? Ik vond dat hij nogal veel noten op zijn zang heeft. Ja, Dana, jij hebt prachtige liedjes gemaakt met veel kindjes. Hoe was dat liedje nu? Hoe ging dat nu weer? We hebben er een paar gemaakt, maar het mooiste is toch nog altijd, geef de kinderen de wereld. Geef de kind. Waren dat allemaal uw kindjes in dat koor? Ik zou het willen, maar ik heb helaas nog geen kindjes. Zou je het willen? Ja, ben ervoor. Ja, ik ben ervoor. Allee. Modest? Ja. Schiet maar uit uw pijpen, hè. Dat hondje ziet heel goed zitten, hè. Ja, maar ze verstaan elkaar heel erg goed. Ja. Je moet lang wrijven. Ja. Maar ik heb een verrassing voor u, want ik heb iets met kindjes. Inderdaad, dames en heren, want hier is onze eerste kandidaat van de crochetwedstrijd met een kinderkoor, dames en heren. Voor u nu Michel Teunissen en koor met Op den Buiten. Moet ik hier kijken. Spontaan zijn komt allemaal zo ongeforceerd. Ik vind het heel goed. Ja. Straks zullen we nog meer prachtige liedjes horen. Dana, heb je het ook gehoord dat er vannacht en vanavond veel vallende sterren zijn? Ja, is er een special van 10 om te zien op die andere zender misschien? Het is goed.
Nee, ik bedoel in de hemel. Er komt een meteorietenzwerm voorbij. En je weet, als er een ster valt, hé, dan moet je een wens doen. Hé. Wat zou uw wens zijn, Dana? Wel, voor mij is mijn eerste wens toch dat Vorst Nationaal heel goed zal meegaan. Maar blieft de Vorst? Ja, Vorst Nationaal, ja. Ja. Wat is uw wens, Christophe? Ik zou graag het juiste lief tegenkomen. Het juiste lief? Ja. Heb er toch een schone jongen, dat kan toch niet lang. Tja, maar ja. De juiste. Als ik jong was, ik zou weten wat je door zich niet. Zeg jullie. Sally. Wat is uw wens? Ik zit wat in dezelfde richting. Ik zou zo graag een dag en een nacht zo met Lady Diana mee doorbrengen. Ja, ja. En Luc? Ik durf niet zeggen. Hoe dan? Ik zou zo graag eens aan uw borsten zitten, Rosa. Die is goed! Geef iets te drinken. Hij komt verrassend uit de noek, vind ik. Maar in het Zwingpaleis ook, ik had daar nooit verwacht van. Mensen kennen mij nog niet, hè. Maar geef mij iets voor te drinken, dat is ook al goed. Ah ja, Aldrin, ik heb de tukjes en de sien zijn ook. Allee, vooruit, kom. Amai. Allee. Tja, Dana. Kijkt hij veel tv? Ik kijk zeer weinig tv. Ja. Maar ja, als de kans zich voordoet, dan... Ja. Ik moet zeggen, ik kijk minder en... Modester, voorzichtig, hè? Ja. Ik moet zeggen, ik kijk minder en minder tv. Met al dat geweld op de tv, Luc. Ja. Oh, dat is... Maar ze hebben er nu iets op gevonden. Ze gaan er iets aan doen. Het Europees Parlement heeft deze week de anti-geweld... chips voor televisie goedgekeurd. En daarmee krijg je dus geen geweld meer op uw tv. Weet jij hoe dat dat juist marcheert? Nee, ik heb er geen flauw idee van. Nou, het is simpel. Mijn programma, Rosa, heeft zo'n anti-geweld chip. En je ziet dat, we zitten hier allemaal vredevol bij elkaar, bij Duskus. Santé, vredevol. Maar onze Modest gaat nu een keer die een anti-geweld chip uit het programma trekken. Moet ik eens kijken wat er dan gebeurt? Dus haal dat uit uw tv. Voilà. Dat is niet goed, als die chip eruit is. Zeg, Rosa. Oh, Rosa, gaat door, hè. Ja. Amai, dit hoe kan. Maar, schijnt, Foefie langs hier. Hier. En ik ook. Pak ze. Komt dat van het ras van de tochthonden of zo? Nee, hè. Maar het is wel heel lekker warm als ze aan je voeten ligt. Ja. Ja, zeg, wat ging ik vragen? Wat doen die twee hier? Nee, mevrouw Vermeulen. Wij zijn van het Hoogcomité van Toezicht. Wij willen namelijk een onderzoek openen in verband met die parkeerkaarten. Dat is van onkel Willy, zijn werk. Van Willy Vermeulen. Van Willy Vermeulen, dat is familie van mij. Vertel ik hier. Het is gebleken dat er zich frauduleuze praktijken hebben voorgedaan. En daarom willen wij deze drie heren meenemen voor ondervraging. Heren, als u ons nu wilt volgen, alstublieft. En wees gerust, jullie zullen ondervraagd worden als gewone burgers. Kende die Willy Vermeulen? Die trekt nogal wat doofpootjes op. Nee, maar met de Vermeulen ze lachen ze niet. Het is hier het een en het ander vandaag met die parkeerkaarten. Enfin, we zullen maar eens rap luisteren naar onze twee andere crochetkandidaten om op het gemak te komen. Oh, till I'm baby, 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 ba
Dat was dus de derde kandidaat in onze crochet vandaag. Modest, wie wint er de beker van haar? Moet ik een keer kijken, zag die zetel. Ja, maar ja. Oh. Laat ik even kijken wie dat nu de beker gewonnen heeft. Dames en heren, je weet dat je hard moet denken aan de kandidaat. Applaudisseren. En met de computer zal er wat uittekenen. Uw applaus voor 3, 2, 1, alsjeblieft. Jawel, het is ongelooflijk, maar kandidaat nummer 3 heeft gewonnen! Geschenken zijn om duimen en vingers vanaf te likken. Een prachtig halssnoer uit de diepste oceaan naar boven gehaald door echte parelvissers. Een handige notenkraker in roestvrij materiaal waar ook kinderen plezier aan beleven. En dan deze opgezette ekster die enkel nog harten zal stelen en een ereplaats op uw schouw verdient. Een adembenemende toverfluit waarmee u zonder moeite Mozart kunt naspelen. En tenslotte voor de liefhebbers van een opgewekte levensstijl. Deze lustige weduwe. Zo, voilà. Geef de troostprijzen maar. Uit handen van Dana binnen. Ah, waar is de lustige weduwe? Waar is de lustige weduwe? Jo, de lustige weduwe kreeg je er straks bij. Zo, het was het een en het ander. Het is het een en het ander. Ja, kom, we gaan een spelletje spelen. Dames en heren, een quizje. Zo, wacht, waar is mijn chaco? Waar is mijn chaco? Waar is mijn chaco? Oh, hier is mijn chaco, excuseer. Hier. Ja. Goed, Dana, zijt je er klaar voor? Ik heb geen speciale prijzen, want jij hebt al prijzen genoeg gewonnen. Hoeveel gouden ogen heb jij nu al? Drie gouden ogen, maar ik ben ook goed bezig. En ik heb al 6 gouden tanden. De vraag, ja. Je ziet hier allemaal, de quiz noemt, het eerste deel van deze quiz noemt, Limburgers ken uw streek. Je ziet hier allemaal voorwerpen van Limburg, maar er is één voorwerp dat niet van Limburg is. Je krijgt precies 2 minuten de tijd om dat op te lossen. Uw tijd gaat in, zit een beetje zenuwachtig? Altijd. Uw tijd gaat in nu, al liever uit, Dana. We gaan beginnen met de steenkool, uiteraard uit Limburg. Ja, dat is al goed. De kousen. De kous. Is waarschijnlijk van een voetbalploeg uit het Limburgse, denk ik. Ja, Genk. Van Genk. Ik kijk even naar de jury, Racing Genk, ja. De taart, Limburgse taart. Ja. De wijn, uiteraard Dana Winderwijn. Van Limburg, ja. We zijn er bijna. En dan de Limburgse witte. Ja, van Hasselt. Ah, van Hasselt, ja. En dan het... Het is goed, Manette. De perengelei, denk ik, uit Peer. Ja. Dat is helaas mis. De perengelei is mis. Oh. Nee, Dana, dat komt niet van Limburg. Dat komt van bij ons in de Aldi. Voilà. Goed, we gaan een stukje kiek eten. We gaan een geneverke drinken, in Modest. Gaan we een geneverke drinken? Ja, geneverke. Dan ook een geneverke. Ach, wat vind je van mijn keer? Fantastisch. Ja, hij ziet er heel lekker uit. Hij is ook heel lekker. Kom, we gaan, drinken op onze... Op jullie beide... vriendschap. Geef jij Nicole en Hugo? Nicole en Hugo, geef jij ook een keer een beetje? Nicole. Hugo? Ah ja, ook maar een druppelje, dat is ook goed. Dan tegen. Nee, een vissen. Voilà. Dana, leg dat nu een keer uit als je nu. Zeg, je denkt daar nog aan van. Mooi.
Als je nu... Wat is dat voor iets? Als je nu een doos pralinen koopt, hé, krijg je daar dan uw cd bij? Of is het als je een cd koopt dat je een doos pralinen krijgt? Hoe zit dat? We hebben het voor een aantal stuks zo gedaan, ja, dat er een doos pralinen is waar een cd mee in verpakt zit. Dus eigenlijk een beetje een eindejaarsgeschenk. Ja. Ja, ik vind dat een goede verkoopdruk. Ik heb ook zoiets bedacht, hè, Modest? Ja, ja. Hé, maar wacht, nee, dat nog niet. Dat is voor straks. Hier, hier, onze verkoopdruk. Ah, hier, ja, maar ik ga eerst een keer goed snijden, ja, in onze cake, hè. Ja. En met een beetje geluk, ja, hé, je doet de cake weg. Ja. En wat komt er hier tevoorschijn? En wat steekt dit in de cake? Daar. Onze cd! En het is simply, als je dat wilt... Als je dat wilt, dan koop je bij de bakker een cake en je voelt die een cd erin. En zo is iedereen, is dat voor iedereen een verrassing. Ja. Het schijnt dat ding is, het schijnt dat Gilbert Bécaud, die binnenkort ook een cd uitbrengt, dat hij ook zo'n verkooptruc gaat doen. Die gaat zijn cd steken in een doos kalmeerpijl. Ja. Ja, heb jij nog eens van die verkoopgadgets? Ja, we hebben zo uiteraard de Dana Winterwijn, de witte en de rode wijn. We hebben ook uiteraard petten en sjaaltjes en t-shirts en zo. Ja. Ja. Mag ik nu proeven van de cake? Ja, ja. Proef er een keer van, ja. Dat is goed, hoor. Maar het schijnt dat de ding is, is het goed? Dat is ongelooflijk. Ah, dat doet precies. Heb je het? Ja. Het schijnt dat de politiekers er ook gaan mee beginnen. En ziet u wel zitten? Nee. Het schijnt dat de politiekers er ook gaan mee beginnen met die gadgets, hè? Ah, ja? Die van TABVV, hoe noemt u die? Mia de Vits. Ja, die brengt volgende week haar eigen azijn op de markt. Ja, 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 meneer. En we hebben nog andere ideeën voor gadgets. Ja, voor de Sinterklaasperiode. Wat hem hier uitgevonden hebben, zijn moeder. Ja, kijk, voilà. Barbie Vermeulen. Oh, fantastisch, mooi. Ja. Ja, en zie je, het is mijn steunkousnaam. En als je op de heup drukt, ze is fantastiek, hè? Als je op de heup drukt, zegt ze... Je doet het goed. Je doet het goed. Je doet het goed. Zie je? Hallo. Gewoon, Sam. Voor jullie beide kindjes laten. En er is nog een gadget. Ah, ja, ja, we denken nog aan een Rosa's milieubox, maar we zijn nog in de voorbereidende fase. Ja. Dus je krijgt hem te hopen. Ja. Ja, ja. Wat is daarom dat ik ermee wil beginnen? Maar dus vanaf, iedereen mag vanaf nu al storten op Rosa's studiedienst. Ja. En vanaf 2 miljoen is alles fiscaal aftrekbaar. Ja. Zij moet die Fifieke geen stukje cake hebben? Moet Fifieke geen stukje cake hebben? Mag ik een stukje zetten? Waar is Fifieke? Ja. Hier. Daar is ze. Daar is ze. Oh, hier. Oh, hier, mijn hondje. Kom, hier. Hier, Fifieke, kom eens hier. Kom eens hier. Kom eens hier, bolletje. Fifieke. Ja. Fifieke, kom eens hier. Hier. Fifieke. Enfin, goed. Nu komen al zijn... Ze zit hier. Kan hem niet pakken. Nu komen al zijn vriendjes en vriendinnetjes op de tv, want onze Modest heeft een reportage gedraaid over de zoo. Een kijkje achter de schermen van de zoo. Fifi, kijk daar. Voilà, vandaag ben ik hier in de zoo. Ik ben hier nog geweest op schoolreis met meester Lema. Toen mocht ik alleen aan deze kant staan. En nu mag ik eens een kijkje nemen achter de schermen. Ja, dat is angst in de muur. Hé, hey, Maasje. Zeg, voilà. Wat is dat hier met ons Maasje neder? Wil ik weer eens met jou toesje spelen? Hé, hey. Is met jou toesje spelen? Ja, hè. Nou, dat is mijn beste vriendin, zeg. En was jij je handen als je naar huis gaat? Ja, ja, maar ik ben niet feest van mijn biers. Nee? Dat is een waterdeer. Het is een planteneter en het is een waterdeer. Daar kan je, moet je nooit vies van zijn. En doe het eens serieus. Allee. Allee, Hermine. Schoen. Ja. Nog. Ah, zeg. En dan kan ik je gewoon tongensken, hè. Voilà, zeg. Ja, zo. Dat is goed vaar, zeg. Dat is om stijf vijven dit geworden, Hans Hermine. Ja. En Aska. Zijn vedetten die ook zo dik zijn, hè? Ja. Is er iets gebeurd? Moet ik je zien? Ja, maar daar gebeurt niks. Is een vrouwke? Het is een vrouwke. En verlangt ze iets? Dat moet ik een keer vragen. Ze doet zo met haar poot af en toe, misschien dat ze iets wil. Liggen ze rap op hun rug misschien? Ik ben nog nooit met leeuwen geweest.
Worden er nu mannetjes bijgelaten? Daar worden mannetjes bijgelaten, maar dat zijn nog heel veel mannetjes. Of een paard dan niet veel misschien? Jawel, als ze goesting hebben. En hoeveel keer is dat dan op een dag? Dat is niet op een dag. Ah. Dat is een paar keer op een jaar. Is dat maar zo weinig? Dat is zo weinig. Ja, dat is niet gelijk bij de mensen, hè. Dus dat is maar als die wijfje bronstig wordt. Hè? Krols noemen we dat bij de katten. En die leeuw weet niet wanneer dat gebeurt? Die weet dat met zijn neus. En is ze nu niet krols? Ik kan dat niet zeggen, want ik raak dat niet, hè. Ik ben geen leeuw. Ik ben een kreeft. Ja. Dat is een bak vlees voor de leeuwen. Die gaan dat eten nu? Die gaan dat eten, van de middag, ja. Dat is afgekeurd vlees en dat krijgen wij dan. Hoe is dat van de hormonenvlees? Dat weet ik niet, dat weet ik niet. Het is afgekeurd vlees, hè. Dat is hier goed georganiseerd, hè. Ja, ja. Als je dood bent, moet je terugkomen naar een leeuw. Ja? Waarom? Zo gaan eten. Elke dag buiten. En s'avonds elke dag in een poppenkotje binnen. Kun je beter hebben. Wat gaat er nu gebeuren? We gaan ze binnen laten. Ja? Nu, ja. Wat gaan ze doen? Binnenkomen. En dat hier allemaal opeten? Waarschijnlijk, ja. Wij hopen dat toch, ja. Mag ik hier blijven staan? Jij mag hier blijven staan, ja. Wel achter de been. De niet. Waar zijn wij nu? Wij zijn hier in de muizenkweek. In iedere bak zitten dus twee wijfjes en één mannetje. En als met drie in één bak? Oh, en als er een goed mannetje is, zitten er drie wijfjes bij. Ja, en die vrouwtjes klagen daar niet van? Ik heb ze nog nooit horen klagen. Ze piepen van plezier. Ja? Goed, hè? Ik zie dat graag. Dat is nog fijn. Fantastisch, hè? Daar gaat hij. En die 200 kleine visje. Oh, die gaat er eens keer, hè? Aan alle drie? Alle drie. Kibo. Dat is Iho. Dat is Iris. Iris. En Dolly. En ik zal u daar eens laten zien waar ze er dan met al die rommel die wij erin smijten, waar ze dan. Ja. Laat ik het hier zitten, hè. Domme toch, hé. Oh. Ja. Ah. Oh, ongelooflijk, ongelooflijk. Dat is dat zieke kracht, hè. Voilà. Dat is goed. Ja, zeg. We gaan nu eens naar een tijger kijken in zijn slaapkamer. Het is daarom dat wij daar tralies voor gezet hebben, want... Maar stop, hé. Dat is een tijger, ja. Is dat een echte? Dat is een echte. Je ziet dat omdat hij rondloopt, hè. Maar je ziet geen sleuteltje voor hem op te winden, dus het moet een echte zijn, hè. Ik ben niet echt op mijn gemak hier. Nee? Nee. Gaan we nog iets anders zien? Kijk, zijn de ogen van een struisvogel. Hé? En waarom sparen? Dat is dat normaal? Dat is om alles in het oog te houden hier waarschijnlijk. Hè? Dus als hier mensen binnenkomen die vreemd zijn, dat er iemand toch kan kijken wat er hier allemaal gebeurt. Ik denk dat dat is. Mannekes! Hoe zeg je? Mannekes! Ah, man. Mannekes! Meeroepen, hè? Ja. Mannekes, kom maar, hè? Nee. Dat ben ik me nog niet, dat is een pinguïn, hè. Wat heb je nu gezegd? Ja, maar dat kan ik niet verstaan, dat is de pinguïn taal. Is dat de pinguïn taal? Ja, ja. Heel leuk. Ik kan er maar niet. 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 Dat is een Rus. Ja, de mensen hebben hier een omgegeven, hè. Een gewone Rus, of een... En zijn naam is Vladdy. Vladdy? Vladdy. En Stok is hier ook ergens? Stok? Ja, die is er een beetje verder. Toontje. Ja, ik weet het, Dan mogen we het ook Toontje zeggen, hè? Ja, Toontje. Toon, kom ik hier. Kom. Toon. Dan mogen we naar hier komen. Ik kom er zo door de beetje. Thank you.
Dana, vertel een keer. Buiten dat zingen, heb je nog andere hobby's? Sport of zo? Ja, dat doe ik heel graag, maar ik heb er helaas te weinig tijd voor. Wat doe je van sport? Van nu heb ik de sport uiteraard moeten kiezen waar ik minder mensen bij nodig heb. Want vroeger speelde ik volleybal, maar nu ga ik af en toe wel eens squashen of zo. Wat blieft? Squashen. Wat is dat? Ja, dus eigenlijk met twee mensen in een vrij kleine ruimte. Een klein, allee, ja. En wat doe je daar dan in dat kleine ruimte? Dat is eigenlijk een soort van tennis, maar dan heel snel. In een kamertje? In een kamer. Ja. Het is iets groter dan een kamer. Die Limburgers, dat zijn toch speciale wijsdingen. Tennis doen ze in een kamertje en autocours doen ze op zolder. die naam, Dana Winner, staat dat er zo op uw pas? Staat er zo niet op, nee. Er staat eigenlijk Chantal op. Chantal? Dat is goed, iemand. Dat is goed, Chantal. Ja. Wij hebben hier ook een echte, wij hebben hier een winnaar, hier bij de BRT, hè? Oh ja, onze baas. Hij hangt daar. Daar is hij, Bert de Winner! Goed, Bert! Ziet er goed uit, hè, met dat kapsel? Ja, hij staat er ongelooflijk. Alleen zijn snor is een beetje zwart, maar voor de rest is het wel goed, ja. Ja, maar ik vind dat hij straalt, want zijn eerste werkdag, dat was niet Bert de Winner, dat was meer Bert Beber. Maar versta dat, dit was niet gemakkelijk. Goed, dan zijn we nu toe aan de tip van de week. Zou Fifi een keer een kaartje kunnen uit de bak trekken? Met die kop, al die kop. Zet hem er maar in, kom. En ik ben heel benieuwd wat dat kaartje dat hij pakt. Allee. Hij gaat toch niet doen in de bak, hè? Nee, ik ga niet doen. Ja, nee, dat is niet. Ja. Dan maar een onschuldige kinderhand, Dana Winner. Ja, merci. Voilà. Zou je dan een keer in het Limburgs willen lezen? In het Limburgs, ja. Ja. Dat is eigenlijk een kaartje dat komt van meneer Gijze uit Hasselt. Ja, en heeft, Limburgs, ja. Ja. Ik zit eigenlijk bij een probleem. Ik wil ook eigenlijk al heel lang iets vragen, maar ik weet niet meer wat ik wil vragen. En het is eigenlijk omdat mijn geheugen een beetje kort is, kon je me misschien behelpen? Ja, dus je wilt zeggen dat er iemand heeft een slecht geheugen, wat dat hij daar moet tegen doen. Nou wel, wij hebben een oplossing gevonden voor die mevrouw. En dat was een... Ja, wat was dat nu weer, Modest? Ja, dat is heel simpel. Als je bijvoorbeeld niet mocht vergeten naar de bank te gaan of zoiets, dan leg je een knoop in je zakdoek. Hè? En als je er moet aan denken je was te doen, dan leg je een knoop in je zakdoek. Hè? Om de verjaardag van je kleinzoon niet te vergeten, dan leg je een knoop in je zakdoek. De rekening van de bakker, daar legt een knoop in je zakdoek. Het leeg goed terug doen naar de winkel, daar legt een knoop in je zakdoek. De gordijnen tekort, een knoop in je zakdoek. De briefposten, allee, alles wat je niet mocht vergeten, daar legt daar een knoop in je zakdoek. Hey. En als je dus al die knopen gelegd hebt, vooral de dingen dat je niet mocht vergeten, dan kijkt in je boekje waarom dat je per zakdoek de knoop gelegd hebt. De mensen gaan er veel mee geholpen zijn. Ze gaan blij zijn met uw tip. Zo, Dana, nu is het hoog tijd voor het tweede deel van de Limburg Quiz. Oh, oh, hey, la, 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 En dit deel noemt De Limburgers ken hun streken. Voilà. Kijk, het is eigenlijk heel simpel. Je ziet daar allemaal Limburgse politieke zangen. En hier op die briefjes staan hun streken, wat dat ze uitgehaald hebben hier. En nu moeten dus in korte tijd, moet je zo vlug mogelijk de juiste streek bij de juiste politieke zangen. Als je zeker bent van je stuk, Dana, je kunt uw punten verdubbelen met de joker Karel Pinksten. Proficia. Voilà. Zo, ben ik je benieuwd wat je ervan bakt. Uw tijd gaat in nu. Allee, vooruit. Af zijn beetje, mensen, kom maar. Allee, dat is niet te veel voor mijn lampje, hè. Ja, Louis van Veldhoven onroerend goed verzamelen. Dat is zijn streek, Johan Souwens.
De Flandria-boot missen, dat is proficiat, proficiat. Willy Klaas helikopters bestellen. Theo Kaltermans de milieubox niet open krijgen. Leo Delcroix een Franse villa zetten. En Freddy Vreven obussen bestellen. Proficiat! Oh, wat... en dat is hier ook juist. Dat is hier ook juist. Avoy, avoy. Als ik zo die namen overloop, dan moet eigenlijk plezant wonen zijn. Zo hé, in Limburg. Hé? Ik woon in Geel. zeg maar, uw manager. Manager. Is die ook van uw streek, van Limburg? Ja, die woont in Opgelabbeek. Ja? En is dat, van waar komt die mens vandaan? Wat doet die in het dagelijks leven? Uiteraard het management van Dana Winder, maar ja. Hij heeft ook nog industriële vloeren. Vloeren? Ja. Ah ja, en beton en al zo? Dat is er ook in verwerkt, beton. Ja. Ja. En die in beton is dat dan voor, dat komt goed uit, want dat is goed voor je kapsel in vorm te houden. Ja, het is goed, ik vind het schoon, je hebt een goede coiffeuse. Proficiat. Ik ga u overladen met geschenken, want het is bijna tijd. Je krijgt onze cd en kijk de keer wat dat je nog van mij krijgt. Een prachtig Rolex-uurwerk. Dat is van mijn onkel Willy Vermeulen. En je had dat nog ergens in een kast liggen en ik geef u dat met veel Rosa. Plezier. Hallo, mama Modeste, ik ben op haar best. Hallo, u spreekt hier met Leo Delcroix. Oh, dan meneer Delcroix. Zeg, ik zie daar het woord villa met mijn naam staan. Ja. Wel, ik ben het daar dus niet mee eens. Want ik heb ook meegedaan in de smeerpijpaffaire en met Superclub. En trouwens, die valse parkeerkaarten van in het begin, wel, dat was ook ik. Ja. We gaan rap ons liedje zingen voordat al die politiekers hier beginnen te kalen. Ja. Kom, kom, kom. Een liedje. Ja, kom maar, allez, kom maar. Op tv, van ons tender tot in brief. Iedereen doet met ons mee. Lift je hand op de tv. Iedereen moet op tv. Ja. Mijn naam is Salem Segers. En mijn naam is Christophe. We komen heel graag op tv. Dat vinden wij zo tof. We zingen mooie liedjes. We houden van de Frans. We zingen liever in het Frans. En liever in het Frans. Iedereen moet op tv. Alle stemmen tot in breed. Kan bewegen en liefde.